En het verhuren van delen van het Nieuw-Combe-complex aan derden en de subsidie van de overheid is lang niet genoeg om al het werk te dekken. De stichting staat open voor donaties, omdat die ook een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de renovatiewerkzaamheden, zegt Ferno Prior. Twee ruimtes verhuurd aan ondernemers, dus die ze gebruiken dus als bar. Daarnaast willen we ook bedrijven, ondernemers de gelegenheid geven dus om reclame te maken op die schutting van Stichting van Combe hier tegen een bepaald bedrag per maand. Daarnaast verhuren we ook kamers nu, daarmee verdienen we ook wat. En in de toekomst willen we tafels, stoelen aanschaffen, sorry, dus om te verhuren. Voor mensen dus die in activiteiten hier hebben. Het ligt in de bedoeling het heel complex aan te pakken, zodat de burgers die daar gebruik van maken in een nettere omgeving hun activiteiten kunnen ontplooien. Hoe lang deze werkzaamheden worden uitgevoerd, kan de directeur niet exact aangeven, omdat de stichting afhankelijk is van middelen. Voor de gemeenschap betekent de verandering in elk geval een positieve stap die zeker volledig moet worden afgerond. Wan presita de wan fasanofiti umrimoferen top. Dus al rokos papis rokos sa de mai podapena osine milobin. Mi venta de mai du bon. Wan o lang ba man ki joan berti zabido. Dus dabe dus kon des ba edu babal de fanu ruzani. Dus ama mi venta ama bon. Van de overheid hebben zij intussen een deel van de subsidie ontvangen. Ferno Prior geeft verder aan dat de stichting zelfs ook middelen genereert om het werk sneller te doen voorlopen. De eerste fase van de renovatiewerkzaamheden van Stichting Nieuw-Combe hebben langer geduurd dan gepland. Door gebrek aan financiële middelen kan niet alles vlot uitgevoerd worden. Maar voor nu is er wel aardig werk verricht, zegt Ferno Prior. Ik denk dat het toch wel voor het deel gaat helpen. En aan de andere kant zijn we ook op zoek naar donaties. We gaan ook bedrijven aankloppen, weet je, dus om wat te doneren. Weet je, omdat als je mij vraagt, dit is toch wel iets voor de gemeenschap. Weet je, het is een centrum die gebruikt wordt door binnenlandbewoners voor het houden van hun dedozen. En andere rituelen dus die daarbij horen. Vanaf het start zijn in de maand juni zijn verschillende onderdelen van het complex aangepakt, zoals het kantoor en de algemene keuken.